In 2007 wordt de Europese ruimtetelescoop Herschel gelanceerd. De satelliet gaat ver van de aarde infrarode straling uit het heelal waarnemen. Het Nederlandse ESRON is hard aan het werk om HiFi, één van de drie instrumenten aan boord, op tijd af te krijgen. Dankzij HiFi krijgen we inzicht in de allereerste stervorming en de aanwezigheid van water in het heelal. We hebben sinds de jaren 50, 60 dat we ook met heel andere golflengtes naar sterren kunnen kijken. Dan kun je dus denken aan röntgenstraling en je kunt ook denken aan infraroodstraling. Dat zijn dus stralingsvormen of met golflengtes die je ogen niet kunnen zien. Maar waar we nu wel instrumenten voor hebben gemaakt en waarmee je dus eigenlijk het onzichtbare zichtbaar kunt maken. Ja, HiFi is dus uitermate geschikt om bijvoorbeeld waterdamp te meten in het heelal. Waterdamp kun je hier heb je hier op aarde heel veel. Water is een bron van leven, is ook een molecuul dat in het heelal veel voorkomt. Maar omdat hier op aarde altijd ook een laag waterdamp in de vorm van de aardatmosfeer om ons heen zit, kunnen we eigenlijk nooit door die laag waterdamp heen kijken, dus nooit het water in het heelal zien. En HiFi vormt daarmee een unieke mogelijkheid om voor de eerste keer echt naar in detail naar alle waterdamp in het heelal te kijken. De sterrenkundigen bedenken inderdaad iets. Die komen met het idee van dit willen we gaan meten. En hoe gaan we dat aanpakken? En dan komen ze bij de mechanische constructeurs en vragen ze, ja, we willen dit meten. Bedenk wat. Ja, astronomen zijn wat dat betreft simpele mensen. Die willen alles groter en beter en mooier. En er zijn natuurlijk instrumentbouwers, maar ook geldschieters of geldgevers die daar beperkingen aan stellen. Dus in principe begrijpen we elkaar goed. Alleen een astronoom is wat dat betreft nooit tevreden. Soms botst het wel eens. Het idee van de wetenschapper kan wel eens heel anders zijn dan de uitvoering mechanisch mogelijk is. Als het instrument helemaal is samengevoegd, dan wordt het in een grote container, speciale container, vervoerd. En dan gaat het naar Astrium in Duitsland. En daar zal die op de onderplaat van de satelliet worden gezet.